Ik ben nu voorbij de brug van de snelweg. Oké, ik heb jouw info. Oké, dus als je nu gaat gas geven, dan wacht ik eventjes voorbij de afslag. Dan kun je weer de CD-route opkomen richting Amsterdam. Is het niet slimmer om eerst dat ding erin te zetten? Die kan het gewoon eens Eurofuck aan. Ja, je moet daarna toch weer afsluiten, dus, maar dat duurt heel lang voordat het geüpload is. Richting Brussel bedoel je? Brussel en dan naar boven toe? Ja. De A1 en dan daar weer de CD-route op. Oh ja, dat tussen Brussel en die tankstations. Ja. Goed. I'm on my way. Op skiet wordt op de CD-route wordt hij heel snel gekikt. Want je hebt nog geen wintermot, dus je hebt vol gas. Yep. Zo, word ik van mijn sok afgejaagd. Pak ik even wat drinken, ben zo terug. Hey, anders pak jij even wat drinken. Dan ben je ook zo terug. Ach, niet idee, man. Ik heb hier de koelkast naast de computer staan, dus het scheelt. Oh, makkelijk. Hey, yo, ass. Red door met die tyfus vrachtwagen. Godverdomme, gaat in de stoelstaan ook. Als je wel een horen kut eikel. Ik word niet gauw chagrijnig of zo, even agressief. Nee, zou niet durven.
Grizzly. Domme. Dat trap ik vol mijn rem en dus ging mijn voorkant in de aankus. Ach, dan die tijd is een mooi achterlangs. De rem wil als gas geven. Oké. Okay. Ja, mama. Dankjewel, ik waardeer het. Laat me crashen dan. Kom achter mij, laat mij crashen. Kom maar. Achter mij aan dan, of durf je deur durf je achter mij aan te pakken. Kom maar op. Weet je dat ik achter je aan ga? Je verliest met je Skoda, jongen. Flikker op met je Skoda. Rustig! Ja, rustig inderdaad. I'm almost there, my friend. Ja, dan moet je maar gewoon even rustig aan praten. Ik was even kicken langs de dit. En dit is gelinkt schreeuw op mij. Ja, kun je daar ook mee stoppen? Ja, dat was ik, maar niet voor de school hier. Ja, niet jij Dennis, maar die andere pannenkoek. Bek, je noemt geen pannenkoek de hele tijd. Kun je niks beter zijn, pannenkoek? Ja, pannenkoek. Zo, jij bent laag opgeleid, of hoort je? Ja, maar laag opgeleid. Is dat het enige wat je kunt zeggen, of niet? Zou je het nog met z'n aanhappen? Zou ik eens opgeleid moeten
het zijn, maar ja, daar ben ik niet, dus... Ja, dat blijkbaar. Echt blijkbaar. Is volgens mij ook het enige wat je kunt zeggen, dat woord. Blijkbaar, sorry. Je moet echt... Je staat NL in je naam, maar zo goed kun je het volgens mij niet. Jij al helemaal niet. Blijkbaar. Niet zo met een T'en sukkel. Achter gladiool. Gladiool. Ik ga al mute op dag. Hij is er eindelijk hoor. Dan kom dan maar. Uiteindelijk. It works. Yo, Oh, dan glijdt er hier ook even naar weg af. Ja, dat is al best. Het is blijkbaar. Gaat hij zeggen blijkt. Ja, kan het gas erop? Ja, voor mij wel. Ik zie je alweer. Maar je bent nog behoorlijk ver weg van mij. Kom maar, zie ik jou voor me rijden.
wintermot. Ja, niks ervan. Die had ik tussen gaan kunnen doen. Ja. Niet als een mogol rijden. Gewoon een bocht rustiger aan doen. Dat doe ik ook. En dat rechte stuk trap ik hem in. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik geef je echt één tip. Rustig in de bochten. Ja, ik heb jou zien glijden. Ja. Je bent al onderdoor of? Nee, ik sta er nog voor. Oké. Dan moet er namelijk links. Geef me gas. Kom maar. Links aan de andere kant neem ik aan. Ja, nou, dat is de enige links die we kunnen. Ja. Zie, sommige mensen kunnen echt gewoon niet rijden, hè? Ja, voor mij staat die aan de andere kant van de weg, of niet? Wil je zo even op de vangrail stil gaan staan? Want er is iemand die stuurde me nog een berichtje, maar die was net uit radar. Dus ik zal hem even een PM'tje sturen. Ik sta op de vluchtstrook. Met caps lock aan. Wat? Kom dan, jongen. Goed, we kunnen weer. Ja. Wacht ik even weer op een berichtje terug. En daar gaat de gast weer op. Hop. Zodra ik dan weer een bocht tegenkom, dan ga ik gewoon gas los en remmen. Ja. Ik zie, maar dit is wat er gebeurt als ik zie ik kijk. Breek je sowieso fucking erg uit, ja. Kijk, dit is wat er gebeurt. Ah, je kunt bijna door, je kunt bijna door. Ja, bijna, maar dat is wat ik bedoel. En daarvoor doe ik gewoon wat rustiger in de bochten. Ja, je weet het. Dus dan, Ja, je rijdt wintermot, je weet het donders goed dat je dan wat rustiger aan moet doen. Dan zijn er van die kansloze mogolen, zoals net ook met die 791. Die gaat ook nog inhalen. Ja, die ging nog inhalen ook nog eens. Ja, nou, niet doen, bats, ja, dan zit je vol in mijn flank, ja, dan ga ik je reporten. En dan is het een smeetje van don't reporten, I'm sorry. Nee, niks, daar leer je niks van. Het is heel simpel, ik ga je gewoon reporten, klaar. En zelfs met deze bocht ook, ik weet gewoon dat ik je rustig aan moet doen. Dat ik ongeveer 40 moet doen, want anders schuif ik gewoon. En ik kan gas geven sturen wat ik wil, maar dan blijf ik schuiven. Ja. Realistisch dan ook. Ja, op zich wel. Want nu ook, kijk, kan ik vol gas in sturen, kijk wat er gebeurt. Dan blijf ik alleen maar slingeren. Dan ga ik alleen maar driften. Blijf maar door.
70 gedaan? Nee, ik heb motordefect. En ik rijd net ook weer de vangrail, dus. Ja, ik raak nu ook weer de vangrail en ik spin in de ronde. Dat is goed doen. Er staat ook in een andere kant. Dat is ik sta midden op de weg, zo wat stil. Ja, er komt even vol gas aan, ja. En he is gone. Oké. Okay, ja, die ziet mij daar stilstaan, die raakt in paniek natuurlijk. Ik kan niet meer verder, ik sta stil. Oké, 7 gedaan. Vision, als het goed is, eigenlijk nog wel gewoon mee. Ja, maar als het goed is of zeker weten, dat is wel het verschil. Laten we het op zeker houden. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Aangeschoven. Fucking klappen. Nee, je bent achter me. Ja. Ik zou ook mensen dat ze dan door rood licht rijden. En daar heb ik groen bijvoorbeeld, dan geef ik gas en dan knallen ze vol in me. Dan report, ja sorry, ja. Het was orange with my life, ja. Ik ga hier even gelijk naar de garage. Ik ga met je mee. Ik heb normaal gesproken nog nooit zoveel schade gehad als nu. Ik kan het niet hoger dan de 8e versnelling. Nee, je hebt 12. Ja. Ik heb er nou 16. Die heeft wel mooi gematcht met de trailer met zijn vrachtwagen. Die zou doen wat je wilt. Ja, ik vind het leuk dat het erbij is gekomen. Ik heb die andere skin, ik heb die Euroskin. Van ja. Europa. Dat vind ik veel leuk, omdat je dan zoiets hebt van, hey, ik ben internationaal in heel Europa. Ja. Teamviewer? Ja.